Goed, goedenavond dames en heren. Welkom bij deel 2 van Tech Talk Late Night over internetvrijheid. En zoals elke maand bij Tech Talk Late Night, de kraak van de maand. Wat is er nu weer gehackt? Welke data liggen er nu weer op straat? En dat doen we natuurlijk met onze vaste gast die er elke maand weer is. Dames en heren, hartelijk applaus voor Brenno de Winter. Hey Brenno. Nou, welkom. Oh, je hebt je eigen laptop meegenomen. Ja, ik heb er ook één, maar... Ja, nee, je hebt hele mooie dingen staan. Ik denk, ik neem er ook eventjes eentje mee. Dat komt zo meteen aan bod. Ja. Maar het was met maandje weer wel, zeg. Ja, wat is er allemaal gebeurd de afgelopen maand? Nou, het meest bizarre is dat ik in Rotterdam een apotheek ben binnengewandeld met een vuilniszak vol met hun eigenlijk administratie. Medicijnen, recepten... medicatielijsten, die weet eigenlijk gewoon precies wat mensen hebben. En we hebben er wat fotootjes van. Dat is wat je ja, net wat gaf. Ik net bij het avondeten heb gegeven. Is dit? Oh, ik dacht, je krijgt straks wel een of andere ja, nou, dit is dus de apotheek waar het om gaat. Wat wel even leuk is om te vertellen, ik kom daar binnen. En vervolgens zegt ze, kunt u vanmiddag terugkomen? Dan sta je dus met een grote vuilniszak. Want de apotheker is er niet. Dan mag de hele apotheek namelijk niet open zijn. Nee. Maar goed, ik heb gezegd van... wilt u dan dat ik 2 uur lang door Rotterdam loop met deze zak? Nee, dat was toch ook weer niet de bedoeling. Dus ja, dat is dat. Nou, dit zijn de vuilniszakken waar het om ging. Die zaten ook vol met bier, dus ik denk dat ze een feestje hebben gehad. Nou, als je dan eventjes verder kijkt... ja, gewoon wat recepten, wat medicijnen... Okay. Een volledige medicatielijst, wat adviezen links en rechts. Nou, hier... zo'n beetje een heel stapel administratie. We hadden van 112 mensen exact toch wel een beeld van wat ze mankeerden. De medicatielijst is trouwens van een man die inmiddels is overleden. Oh, dat kon je ook zien. Ja, dat was in de categorie toch wel lullig. Want als je wat googelt, dan achterhaal je dat toch ook wel. Ja, dit is dus gewoon hoe met onze gegevens wordt omgesprongen. Hè. De maand daarvoor hadden we dat ziekenhuis waar die medische dossiers op de server stonden en waar het gewoon allemaal niet goed ging. 52 dossiers gelekt, de gegevens van 500.000 mensen gelekt, apotheken die er zo mee omgaan. En nu was afgelopen maandag de boodschap of u allemaal zo vriendelijk wil zijn om even toestemming te geven dat uw huisarts of uw ziekenhuis uw gegevens gaat uitwisselen. Denk er nou eens een keer heel goed nog over na. Want dat komt ook in die vuilniszak terecht ja, natuurlijk. Dat is uiteindelijk de digitale vuilniszak die links en rechts rondslingert. Ja, en dat moet je dus gewoon niet willen. Dus ja, dat was één deel van het verhaal van deze maand. Okay, ja. Zojuist is het nieuws dat MSN gaat stoppen definitief. Microsoft heeft dat bevestigd. Nou, dat vond ik toch ook wel even opmerkelijk. Maar ja, dat is natuurlijk nog niet een hack. Het echte nieuws was de dreiging. Ja. Heel Nederland zou worden platgelegd door Anonymous. Digitaal demonstreren op internet en KPN, UPC en wat nog niet meer zei, dat werd platgelegd, want... dat stond in een filmpje. En ik dacht van, ja, als we nou toch wat met de zaal gaan doen... laten we nou zelf eens zo'n Anonymous filmpje gaan maken. Laten we nou zelf eens kijken hoe ingewikkeld het is om een dreigement af te leveren. En dan hè, want ik weet niet, als we eventjes naar YouTube kunnen... en gewoon eens even op een Anonymous filmpje kunnen zoeken. Nou, YouTube... YouTube. Ja? Komt natuurlijk vooral bij TikTok. Ach, en wil to connect op die internet. Jullie zitten natuurlijk allemaal hier de wifi te spoeven. Nou, ja, nou goed, maakt niet uit. We kennen allemaal zo'n filmpje van zo'n persoon die er zit. Dan in zo'n pak met zo'n masker voor. Mm-hmm. En die dreigt dan. Nou, ik heb ook zo'n dreigement gemaakt. Aan het adres van TikTok uiteraard. Van deze keer zijn jullie te ver gegaan. Eerst hebben jullie... KPN geaccepteerd als een geldig hotspot. Nu accepteren jullie T-Mobile als een geldig hotspot. Want ja, 5 mensen hebben toch weer geconnect en gesurfd naar van alles. En ja, dat is toch niet helemaal de bedoeling. Ik weet niet wie Roel Welling is. Ja, ik zou ook stil blijven. Marion. Oh, daar zit Marion. Ja. Hoi Marion. Is het je tweede iPhone? Nee. Nee, maar waarom noem je hem dan Marion 2? Geen idee. En waarom connect je nou naar mijn hotspot als ik vorige maand al heb uitgelegd dat je dat vooral niet moet doen? Omdat ik er niet was vorige maand. Omdat je er niet was vorige maand. Nee, altijd even een filmpje. Dus,
Ja, want vorige maand, als je er niet bij was, had hij dus een nep hotspot neergezet. Ja. Hoe ging dat? Ja, toen had ik hem KPN genoemd. Nou, daar trapt iedereen in. Maar ik dacht van ja, heel veel mensen reizen ook met de trein. En dan heb je gratis internet van T-Mobile. Dus wat gebeurt er nu als ik mijn computer T-Mobile noem? En eigenlijk gebeurt hetzelfde. Behalve dat de sponsor het een beetje heeft zitten verpesten door op Twitter er voor mij te waarschuwen. Dat is dan weer een beetje jammer. Okay. Maar goed, we waren een filmpje aan het maken. Jullie zijn allemaal te ver gegaan. Jullie hebben T-Mobile als hotspot geaccepteerd. Dat betekent gewoon dat jullie de gevolgen moeten dragen. En wat die gevolgen zijn, dat laat ik dan eventjes in het midden. Maar ik vind dat een mooi... Dus ik heb een mooi dreigement. Nou, dan is er op de Mac... Ik weet niet of we even de microfoon kunnen pakken. Of die open is. Ik heb op de Mac nu een programmaatje draaien. Waarmee je eigenlijk geluid kunt maken. En als je hem er dan eventjes boven houdt, ja, dan klinkt het zo. TikTok, you have gone too far this time. First you accepted KPN as your hotspot, now you keep connecting to the hotspot of T-Mobile. Because you use it in the train doesn't mean you use it at TikTok. You will have to accept the consequences of your behavior. After the show is over, wie is dit? We are anonymous. Dit we are elite. Dit is gewoon een stem die zo kunt afspelen in je Mac. Nou, en had ik dus nu gedraaid om KPN, UPC of Ziggo of wat dan ook plat te leggen, dan was dus nu gewoon heel Nederland in verhoogde staat van praatheid geweest. Want dat hebben we dus afgelopen maand gezien. Ja. We zijn dus bang voor een digitale stem uit een Mac of uit een andere computer. En daar gaan we dus voor in verhoogde staat van paraatheid. Want ja, het staat op YouTube, dus dan moet het wel zo zijn. En misschien is wel de boodschap van afgelopen maand dat we ons niet zo gek moeten maken, weet je. Een man in een pak met een mooi logotje ervoor en een beetje een rare computerstem. Ik zou er niet te veel conclusies aan verbinden. En een beetje wat relaxter met dat soort dingen omgaan. Want ja, de hele infrastructuur platleggen in het weekend, ja, een beetje ongeloofwaardig. En als het wel gebeurt, ga lekker uit eten of zo. Of ga nog beter zelf koken. Maar maak je in ieder geval niet zo dik om dit soort zaken. Ja. Want het is toch een beetje overdreven. En het is wel heel eenvoudig om zo'n dreigement te maken. En als je dat filmpje, en jammer dat dat net niet lukte. Maar als je dat filmpje ziet, dan zie je dus ook gewoon dat de hand niet overeenkomt met de tekst die wordt uitgesproken. Ja, nou, als je dat weet, dan denk ik van ja, wees dan toch wat voorzichtiger. Ja. Want iedereen kan zo'n filmpje maken. Eigenlijk kan iedereen zo'n filmpje maken. Anoniem online posten is ook niet zo heel erg ingewikkeld. Nee, hoe doe je dat trouwens? Online posten? Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die je sowieso natuurlijk, hè, als je toch naar de Pirate Bay wil kunnen, dan moet je toch een VPN hebben. Nou, als je dat toch al hebt, gebruik dat VPN. En dan ben je anoniem. En dan voor je websites als Hushmail, dan kun je dus anoniem een e-mailadres krijgen. Nou, dan is het vrij lastig te achterhalen wie dat is. Nou, dan upload je zo'n film met een fake dreigement. En dan gaat dus heel Nederland wordt nerveus. Eén Vandaag komt bij mij dan over de vloer filmen. En eigenlijk is er niet zoveel aan de hand. Dus oh, ja, om dit te doen, ja, en als we zo'n filmpje maken, kunnen we natuurlijk altijd zo'n masker nog opzetten. Oké. Dan kun je gewoon met zo'n maskertje op. Even kijken, dan die stem erboven en dan zeggen van... Ja, dan lijkt het wat en dan zijn we volledig This anoniem. Dit is TikTok. Ja, en dan zijn we volledig anoniem, want niemand herkent ons. En that's it. That's it. Dus daar gaan we nog heel veel van krijgen, van dat soort rotfilmpjes. Ja, we hebben er al aardig wat gehad, maar ik denk dat we er nog wel een paar gaan krijgen, ja. Oké, nou, dan zullen we een paar op het Facebook-site zetten. Hartstikke leuk om even te bekijken. Ik een beetje onbeschoft. Ik zal ondertussen even op Twitter te kijken. Ja, dat is misschien ook wel leuk. Lieke Hoogveen was er. Dus, ja. Lieke, hè, van de SCDM, waar zit je? Ja, Brenno nou meteen door met zijn nep-T-Mobile. Ja, maar zo leren ze het nooit, hè? Nee, sorry. Nee, maar dat moet je nog even uitleggen inderdaad. Want ik snapte het zelf ook niet helemaal hoe ik dat nou kon uitzetten. Hè. De vorige keer gingen dus heel veel telefoons gingen via KPN. Ook die van mij. Ja, daar sta je dan in je hemd. Maar hoe zet je dat uit, dat die telefoon dat niet automatisch doet? Nou, je kunt sowieso standaard wifi uitzetten. En als je connect, je kunt ook zeggen van elke keer als ik connect, moet mijn telefoon dat aan mij vragen. En als je dan op een rare plaats bent en je hoort het niet te hebben, dan heb je eigenlijk al een probleem. En eigenlijk is het verstandig om altijd een VPN te hebben. Dus altijd zo'n account te hebben waarbij je dus toch inlogt, zodat ook het verkeer wat langskomt, toch anoniem blijven. Want bijvoorbeeld Marcel, die had mij meteen door en die zegt, hoe kan het zijn dat jouw laptop is geconnect? Ik zeg, nou, omdat hij het hotspot is. Maar Marcel kan dat dus ook zien, omdat hij het
dat verkeer dus kan zien langskomen. Dus dat komt onversleuteld langs. Dus ook je e-mailbericht met een beetje pech. Okay. Dus ook de websites waar je naartoe surft. Nou, dat is pijnlijk genoeg. Dus eigenlijk is de boodschap, als je met draadloos werkt, gebruik een VPN. Oké. Okay. Een VPN. En dat is? Hoe kom je daaraan? Ja, voor de duidelijkheid? Nou, je hebt een heleboel. Google eventjes op VPN. En dan het besturingssysteem wat je gebruikt. En dan zie je echt een batterij aan mogelijkheden. Voor een eurotje of 5 per maand heb je dat geregeld. En als je dan veel met de trein reist of veel op KPN-plekken bent, dan in ieder geval heb je dat beetje versleuteling. En ben je veiliger. Want voor hetzelfde geld ga ik een keer op een station zitten en het daar doen. Ja. Dan doe ik het niet met directe toegang. Maar dan laat ik je inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord of met je creditcard. En die kun je dus ook afsnoepen. Ja, en dan heb ik dus je creditcardnummer te pakken. En als ik de creditcard van jou te pakken heb, nou. Ja, daar staat heel veel op. Ja, dat is dan ook wel weer waar. Maar dan pak ik gewoon niet van Gerben. Kijk eens aan. En dan loop je toch binnen. Goed. Het is in ieder geval het is een eenvoudige manier van identiteitsdiefstal. We kunnen erop wachten dat dit soort dingen verkeerd gaan. Dus ik denk dat het gewoon heel verstandig is om die les gewoon te leren. Ja, goed. Die les hebben we inmiddels wel geleerd. Ja, en volgende maand gaan wij samen wat doen, hè? Nou ja, volgende maand dan is het thema dus veiligheid. Dan gaan we de hele avond gaan we hacken en dat soort dingen. Dus dan kunnen we helemaal los. En dan is HCC is dan de partner. Dus, wij gaan her en der in Nederland in binnenkort. Dus ja. Be afraid. Be very afraid. Als u ons ziet, pas op. Goed. Dat was hem. Dat was hem. Hartelijk dank. Brenno de Winter. Yo.